Beste mensen. Beste mensen, ik blijf beste mensen. Oké. Het moment dat je wist dat het ging komen, we zijn begonnen. Ja, het duurde eventjes. Net onder 20 minuten. Goeiedag en welkom allemaal. Even voordat ik begin, 2,5 praktische zaken. Vergeet niet om allemaal je telefoon op stil te zetten, graag. En we hebben Koen. Waar is Koen? Daar is Koen. Koen maakt foto's. De foto's zijn, laten we ons gewoon in één keer goed coveren, voor de socials. Als je niet op de foto wil, maak het duidelijk en dan gaat Koen gelijk die foto deleten. Maar dat betekent, Koen, wij willen straks goede foto's van je zien. Dus niet alleen maar van de veilige plekken. Dus als jij hier moet gaan liggen, ja, om die ene goede foto te maken, doe dat. Want nogmaals, we willen goede foto's van je zien. Ja? Oké. Dat gezegd hebben we. Welkom. Welkom allemaal bij een nieuw voedselsysteem Samen Leren op Weg. En dit programma wordt aangeboden door EMT. EMT. Zeg ik het goed zo? Goede uitspraak? EMT. Hè? Ja. En als je denkt, wat betekent EMT? Gaan we zo meteen horen. EMT Concepts. Yes and More. Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. In samenwerking met Van Amsterdamse Bodem en Data Value Center Agri-Food. Een heleboel organisaties. Maar het is ook echt meer dan nodig. Want het globale voedselsysteem, daar moeten we toewerken naar een lokaal voedselsysteem. Want de regio, om jullie een idee te geven, alleen maar één cijfer nu, de metropoolregio Amsterdam, heeft de ambitie om 2030 maar liefst 25%, dus een kwart van de bevolking moet uit korte keten gevoed worden. Kwart van de bevolking van MRA. En dat brengt natuurlijk heel veel kansen met zich mee, maar ook hier en daar uitdagingen, of zoals we het vroeger noemden, problemen. Op het gebied van ecologie, economie en ook maatschappelijke kwesties. Dat heeft allemaal met het doel van deze dag te maken. Al deze organisaties. Doel is, ik heb het echt helemaal uitgeschreven, doel is laten zien aan een netwerk van beleidsmakers, voedselveranderaars, jonge talenten en korte ketens, dat wij samen leren op weg gaan naar een nieuw voedselsysteem in de MRA. Heel mondvol. Allemaal officieel en leuk, maar leuk dat jullie hier zijn. Maar even kijken, wie zijn jullie? Even kijken wat voor mag je dat nog zeggen, die uitdrukking? Wat voor vlees we in de kuip hebben? Ja, ook vandaag mag het ook, ja. Vlees. Je zegt vlees, oké. Laten we kijken, maar anders kunnen we dit natuurlijk uit de opname halen, weghalen. Even kijken, zijn er hier bijvoorbeeld wetenschappers? Even handjes in de lucht, ja, we hebben wat wetenschappers. Trouwens, je kan op meerdere antwoorden je hand opsteken, je gaat het straks merken, ja. Zijn hier ambtenaren? Die gewoon in basistijd hier naartoe komen. Dat is mooi. Ja, ambtenaren. We hebben ook een aantal ambtenaren. Zijn hier ook studenten? Even goed handen in de lucht. Studenten, ja. Ja, zoals je ziet, ze zitten ook lekker veilig bij elkaar. Zijn er ook hier ondernemers? Ja, ook veel. En nu komt de vraag waarbij meerdere antwoorden. Dus zijn hier ook activisten? En als je twijfelt, dan ben je het niet, hè? Ja, iemand die denkt, ja, ben ik het? Nee, ja, nee. Dus nog één keer. Zijn jullie ook activisten? Oh ja, nu iets minder handen. Ja. Maar jij ging gelijk echt de lucht in, hè? Ja. Even kijken, wat voor activisten hebben we? Kijk, van wetenschappers weet je het een beetje, hè? Zijn wetenschapper. Van een ambtenaar ook. Maar zal ik je nog even opstaan? Even kijken. Los van, ik ga zo meteen vragen wat voor activist je bent. Maar sowieso los daarvan, wat brengt je hier? Studie, ambtenaar, wat dan ook? Ik ben zelf wel bezig met voedsel vanuit de Regeneratiecoöperatie. Dat is een onderneming, organisatie die eigenlijk mens en natuur weer meer met elkaar in verbinding wil brengen. En voedsel is volgens ons daar de snelste toegang toe. Ja. En wat voor activist ben je? Ik ben een activist die juist heel erg wil kijken naar wat er wel kan. Regeneratie gaat er over meer goede dingen dan minder slechte dingen. Dus ik wil mensen meenemen in het verhaal dat wij ook deel zijn van een oplossing in plaats van alleen maar een probleem. Wauw, helemaal constructief.
Mooi. Nou, om dingen die ik net besprak, namelijk van een globaal systeem naar een lokaal systeem toe te gaan. Van ecologie, van economie aan maatschappelijke kwesties. Om al die dingen met elkaar even te bespreken, even in de stemming te komen, hebben we 3 sprekers. Ze komen 1 voor 1 hier naartoe en ze houden max een praatje van 10 minuten. Heb ik het duidelijk gezegd? Ja. Max, ja, van 10 minuten. Ik ga daar staan en ik ga jullie tijd in de gaten houden. Dus als ik dit doe, betekent dat je nog 3 minuten hebt. En zo gaan we het een beetje afronden. Ik wil als eerste wil ik graag Jacqueline Broersen naar voren halen. Jacqueline, zou je alsjeblieft op willen komen? Pak even een van die microfoons. Maakt niet uit. Nee. Anne, die gaat ze allemaal openschuiven. Pak het, ja. Ja, praat even. Ik denk dat hij het doet. Ja, hij doet het, ja. Jacqueline, kijk, we hebben... Kijk, ik ga zo meteen een praatje houden. Hè? Maar, ja, precies. Maar even daarvoor. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel initiatieven in deze regio die zich allemaal met voeding bezighouden. En dan is het soms, om zo te zeggen, lastig om te kijken wat voor impact hebben die initiatieven eigenlijk allemaal. Wat levert het allemaal op? En ik zou het fijn vinden als jij... Als u het project Foodlink project kunt toelichten en ook welke uitdagingen met zich brengt, dus Foodlink en de uitdagingen voor VU. 10 minuten gaan nu in. Ik ga die kant op. Ja. Nou, dankjewel. Jawel. Foodlink. Het is een EU-project en vandaag zullen we nog een ander EU-project voorbij zien komen. Het is eigenlijk prachtig dat wij in deze Amsterdamse regio 2 van die toch wel vrij grote Europese projecten hebben, waarin er veel kansen geboden worden voor de regio om met elkaar dingen te gaan doen. En dat is ook een van de redenen om ze vandaag te presenteren, zodat wij ook van jullie optimaal gebruik kunnen maken in die projecten. Waar gaat het bij Foodlink op? We willen met name een nieuwe voedselomgeving. Dus de focus in dat voedselsysteem zit op de voedselomgeving. En daarbij gaat het om hoe maken we in de stedelijke voedselomgeving duurzaam en gezond voedsel beschikbaar voor alle burgers. En dan, als we het over de urbane omgeving hebben, willen we het niet alleen maar over de stad hebben. We pakken echt de stadsregio. Want het voedselsysteem stopt natuurlijk niet bij de stadsgrenzen. Heel veel voedsel komt van buiten de stad. Er zijn allerlei distributiekanalen, productie en dergelijke. Dat nemen we allemaal hierin mee. Dus het gaat om de stadsregio's. Daarbinnen gaat het om voedselbeleidsnetwerken. Dat betekent dat we met netwerken aan de slag gaan, die er in eerste instantie natuurlijk overal al zijn. Wij komen niet nieuw binnen en denken van we gaan die eens even opzetten. Ze zijn er al. Maar we gaan kijken hoe kunnen we die versterken. Zodat die voedseltransitie kan versnellen. En netwerken, het is mensenwerk. We moeten het met veel mensen samen doen. Want een voedselsysteem is ingewikkeld complex. Het is mensenwerk. Wetenschap, beleid en praktijk die samenwerken. In eerste instantie om samen een strategie te ontwikkelen voor wat we met die voedselomgeving willen. Dan gaan we kijken wat voor bewijs we daarvoor kunnen genereren. Want er moet nog veel geëxperimenteerd worden. Er is al veel, maar we zien ook dat heel veel dingen blijven hangen op lokaal niveau. Of niet van de grond komen. En hoe kun je dat een opschaling geven? En het is heel belangrijk dat die initiatieven gesteund worden en informeren beleid. En dan met name geïntegreerd beleid. En dat geïntegreerde beleid, dat doen we aan de hand van het CLIC framework. Want integratie is zo'n mooi woord, hè? Oh, we zijn allemaal voor integratie, net zoals we voor duurzaamheid zijn. Maar wat is het nou eigenlijk? We hebben gespecificeerd wat dan geïntegreerd moet worden. Geïntegreerd moet worden de co-benefits. Dat zijn de duurzaamheidsdoelen. De 3 duurzaamheidsdoelen. We willen die dus alle 3 eigenlijk tegelijk. En goed kijken of er niet trade-offs plaatsvinden. We gaan op zoek naar synergieën tussen die co-benefits. Stedelijk en ruraal gebied aan elkaar linken. Cruciaal als we de transitie willen. Inclusie van alle verschillende stakeholders van de quadruple helix. Dus wetenschap, beleid, praktijkactoren, allemaal inclusief burgers. En connectivities, dat betekent dat we vooral ook in dat beleid de verschillende prioriteiten. Het gaat niet alleen voedsel, het gaat over verschillende afdelingen heen. Het gaat over verschillende sectoren, verschillende segmenten. Dat moet je met elkaar verbinden. Dus zo zien wij integratie. Nou, we werken in fasen.
Zoals elk goed project beginnen we natuurlijk bij de voorbereiding. Dat zijn de eerste paar maanden en we zijn begonnen in september 2022. De tweede fase waar we nu in zitten is helemaal de analyse van het voedselsysteem en het ontwikkelen van zo'n visie. En dat doen we met al die actoren samen. Dus dat zijn we zeker niet alleen aan het doen achter ons bureautje. Dat moet in oktober 2023 in een grote gezamenlijk evenement uitmonden. Daarna gaan we strategisch plannen en gaat daadwerkelijk via selectie de meest kansrijke, wat we dan noemen leverage points, ook inderdaad in stelling gebracht worden en in gang gezet. Via co-creatie en implementatie in de Living Labs. Dat is de naam die we het geven. En dat loopt dan de rest van de tijd. En dat gaan we helemaal monitoren en evalueren in allerlei cycli van plan, do, act en reflect. Nou, het is een Europees project. Dat betekent dat we het in totaal in 8 stadsregio's doen in heel Europa. Waar Amsterdam er dus eentje van is. We zitten dus ook, even niet belangrijk dat, waar het nu precies, maar dat het wel helder is van hoe het totaalplaatje is. De VU is penvoerder van het gehele project. Wat zijn dan de kansen voor de stad, Amsterdamse regio? Wat zijn we hier aan het doen? De voedselbeleid, het eerste gaat het om netwerken. Dat zijn we nu aan het doen. Netwerk opzetten en de Living Lab versterken. En we zijn ook heel expliciet op zoek naar de wat meer kwetsbare groepen. Dus de groepen die het met name moeite hebben om dat gezonde en duurzame voedsel toegang toe te krijgen. En daar gaan we echt, zijn we daar al actief mee aan de slag. Mappingstudies, het in kaart brengen. Nou, even een voorbeeld te geven van de mappingstudies die we doen. We kijken bijvoorbeeld uiteraard, waar is al bijvoorbeeld voedselbeleid, waar is al een voedselstrategie, waar is bijvoorbeeld een wethouder voedsel, maar ook welke stad is bijvoorbeeld al lid van een voedselbeleidsnetwerk. Dat zijn dus een van de dingen die we in kaart brengen. Dus hoe zit de politieke agenda eruit? Maar ook van wat wordt er nou eigenlijk in die hele stadsregio geproduceerd? We hebben natuurlijk wel de landelijke kaart, maar wat zit nu precies in onze regio? Heel interessant, we hebben heel veel grasland. Ook in Flevoland, heel interessant. Dus dat levert allemaal hele mooie doorkijkjes. We hebben heel veel kippen en koeien. De buurten, want we werken in... We willen van onze activiteiten zeker de helft in specifieke buurten laten plaatsvinden. Gericht ook samen met de kwetsbaardere groepen. En daarvoor hebben we in ieder geval Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Noord als plek. En daar zijn we dus nu heel actief. Er komt nog een derde plek, maar die moet nog gekozen worden. Dat zijn dan allerlei gesprekken die gaande zijn. En dan gekeken wordt van, is het nu politiek interessant? Willen wij nu aan zo'n project als Foodclick verbinden. Dit is bijvoorbeeld een initiatievenkaart. Want er gebeurt natuurlijk heel veel in zo'n buurt. En dan willen wij heel goed kijken van wat is er al gaande. En het is ook heel mooi, want via focusgroep settings maken we dit soort dingen. En dan kunnen we ze ook weer verbeteren en uitbreiden met de mensen samen. Dus participatory mapping en natuurlijk doen we ook wel wat desk research. Dan de volgende fase gaan we naar die interventies toe. En dan gaat het natuurlijk om de voedselomgeving. Hè? Want daar hebben we het over, de voedselomgeving. Dus het zijn interventies in de retail. Kunnen interventies in de horeca zijn, in de agri-foodomgeving en in de institutionele omgeving. Nou, die institutionele omgeving gaan we het ook in een van de sessies verder over hebben. Met Guido ga ik daarover door. Dat is ook een hele interessante. Monitoring en evaluatie komt daarop en dan gaan we met z'n... Nou, ik ben ook bijna. Dus het komt helemaal goed. Planners, beleidsmakers beginnen iets later, maar die zijn wel allemaal al voor een deel aan boord. Maar we gaan een community of practice opzetten. Vanuit beleidsmakers, vanuit de stadsregio. Allemaal die geïnteresseerd zijn om dat voedsel, die voedselsysteemtransitie verder te brengen. Kennisuitwisseling, hier. Maar ook natuurlijk Europees niveau met andere living labs en dergelijke. En natuurlijk niet onbelangrijk om samen een stem te creëren. En dat is een van de redenen waarom we dit met z'n allen moeten doen. Is omdat er een stem moet komen richting nationaal. We gaan ook goed aanhaken op dat nationaal, maar ook Europees. Nou, tot slot, wie zijn het? Een heleboel. Belangrijk voor onze
metropool Amsterdam is dat dit de partijen zijn die daar een rol in spelen. We hebben de gemeente Amsterdam. Ik zag Loes en Frank in ieder geval van de gemeente binnenkomen. Daar zitten we als projectteam zitten we regelmatig met elkaar om de tafel om te kijken van hoe gaat het nu en vooral wat gebeurt er allemaal en hoe kunnen we aanhaken en hoe kunnen we leren. Voedsel Verbindt, ik zag in ieder geval Ruben. De Food Council MRA, ik zag Arnold. Dat is goed. En natuurlijk vanuit de VU. Twee afdelingen zijn daarbij betrokken. Het Athena Instituut en de afdeling Gezondheidswetenschappen. Nou, dat was in een notendop. Foodklik. We hebben nog twee sprekers te gaan en dan gaan jullie dus in die twee zalen naar je eigen sessies. De volgende spreker, Kees Willem Rademakers. Kees, zou je alsjeblieft op willen komen? Pak een van de microfoons. Yes, ja. Werkt die zo? Ja. Ja. Kijk, minder vlees eten, vegan en voedsel zonder gif en ook vooral ja, goedkoper, betaalbaar voedsel. Er zijn heel veel vraagstukken, ook vooral belangrijk voor de nieuwe generatie. En Kees Willem Rademaker is specialist in duurzaam, ik heb je opgezocht, echt logistiek, stadslogistiek, agri-food logistiek en horeca distributie. Het zou heel fijn zijn als je het project koop. Is het kop of co-op? Het is ook een community of factors. Community of factors. Maar weer een andere. Precies, ja. Als je dat kan uitleggen aan vooral de uitdagingen voor de Hogeschool van Amsterdam. Ik ga daar zitten en jouw 10 minuten gaan nu in. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ik ben docent onderzoeker logistiek. Dus ik heb in 2015 begonnen. En eigenlijk had ik niet zoveel met voedsel. Behalve dat ik van mijn lector de opdracht kreeg. Ga je verdiepen in het lokale voedselsysteem en kijk eens wat voor logistieke consequenties er op ons afkomen en hoe wij daar onderzoek naar kunnen doen. Want dan kunnen we subsidiegelden aanvragen en dan kunnen we niet rijk worden, maar wel onderzoek blijven doen en heel veel nieuwe onderzoekers aannemen. Dus het was best wel praktisch gericht, laten we daarop houden. En ik kom zelf vanuit de duurzame logistiek bij PostNL vandaan en de post moet altijd de deur uit en de rest is allemaal van ondergeschikt belang. En toen ik begon met dit vraagstuk, het stedelijke voedselsysteem, het enige die mij hielp was Medica Leeveld, die hier ook in de zaal zit, die al heel bevlogen gepassioneerd had van er moet echt heel veel veranderen, al die koeien in de wei, tot aan hoe komen we tot circulaire landbouw waar we misschien toch weer die koeien voor kunnen gebruiken om ons voedselsysteem te verduurzamen. Dat vond ik nogal ver weg. En ik kom uit de logistieke wereld met logistieke studenten, er zitten er een paar in de zaal. En dan ging het hebben over duurzaamheid. Nou, ze waren aan het gamen achter een laptop en een beetje knikkenbollend als ik vertelde hoe belangrijk het zou zijn om de logistiek te gaan verduurzamen. Maar ondertussen, langzaam over de afgelopen jaren, merkte ik zelf dat er wel een verandering gaande was. Namelijk dat ik totaal niet begreep wat het voedselsysteem eigenlijk was. En wat voor impact het heeft op mijn eigen leven. En wat voor impact ik met mijn leven heb op het voedselsysteem. Dus langzamerhand zijn die ogen voor mij geopend daarin. En dat komt ook omdat vanuit logistiek zit je eigenlijk in de haarvaten van de maatschappij zonder dat we het doorhebben. En krijg je allemaal vraagstukken die heel erg vergelijkbaar zijn met het logistieke netwerk of een elektriciteitsnetwerk. Het logistieke netwerk, de waternetwerken hier in Nederland en ook onze voedselnetwerken. Dus ik hield mij altijd bezig met logistiek. Maar bij elke vraag die we kregen of we kregen van logistiek van opdrachtgevers in de regio, kwam meteen, ja, maar ik heb nog een andere vraag. Want ik heb misschien een nieuw voedselproduct dat ik op de markt wil zetten, maar ik weet niet hoe ik de marketing moet doen. Of ik kan heel veel data van mijn boerderij krijgen, maar hoe ga ik met die data om? Dus je merkt dat voedsel, er zijn ontzettend veel vragen rondom een voedselsysteem, toen al, waarvan logistiek maar een onderdeel was, wel een hele belangrijke. Maar die waren altijd secundair. Dus eerst kwam er een vraag over een commercieel onderwerp of over een marketing, dan wel productontwerp onderwerp. En daarna pas, hoe gaan we wat met die logistiek doen? Dus de afgelopen jaren, vanaf 2015 dus, heb ik heel veel logistieke vraagstukken beantwoord voor grote partijen zoals Albert Heijn en Bitfood en Sligo, tot aan lokale boeren in de regio. En eigenlijk kwam ik erachter, het is veel te weinig wat te doen met alleen logistiek. Want als we naar een transformatie van het voedselsysteem gaan, ja, dan moet je dat multidisciplinair gaan oppakken. Oftewel, verschillende perspectieven combineren. En toen dacht ik, verrek, we zijn helemaal niet zo bezig met iets met voedsel te doen. Nee, we zitten in een voedsel, of een transformatie van ons voedselsysteem. En die is ontzettend ingrijpend.
En groot. En daarom gebeurt hij niet in één keer, wat we altijd in films zien. Maar gaat hij heel geleidelijk. Zijn we er allemaal onderdeel van? Want ik kocht in 2003 mijn eerste biologische kip. En ik werd door al mijn studentenmaten uitgelachen dat ik 3-4 keer zoveel betaalde. En nu kom ik op die grachtengordelfeestjes, zou ik ze nog net niet noemen. Maar dan hebben ze het alleen maar over hoe duurzaam ze zijn. Omdat ze bij de duurste exclusieve biologische kippenboer hun speciaal kippetje hebben gekocht. Opeens is het salonveeg. Maar dan maken ze ook alweer een eigen ding ervan. Want het moet natuurlijk ook een beetje elitair zijn. Maar dat dacht ik van, ja, als dit dus is waar we in zitten. Dat het een soort langzame transitie is waar we naartoe gaan. Hoe kunnen we zorgen dat we die gaan versnellen? Want ik denk dat het veel te langzaam gaat. En om het te kunnen versnellen, dan is die integrale aanpak nodig. En daar wil ik even wat over vertellen, want dat is natuurlijk mooi om de wereld te veranderen. Maar toen keken we rond in de hogeschool en dan zagen we dat wat in de buitenwereld gebeurt, gebeurt eigenlijk ook bij de HVA en de UvA. Want we zijn een stad van ongeveer 100.000 medewerkers en studenten, met door alle lagen van de bevolking zo ongeveer heen, wel een beetje natuurlijk de hogere lagen qua opleidingsniveau, maar wel in ieder geval met dezelfde vraagstukken. En uit dat punt hebben we gezegd, oké, we kunnen dus intern gaan we iets doen met de hogeschool. We gaan namelijk zorgen dat we ons eigen voedselsysteem creëren. En daarnaast kunnen we kijken hoe zit ons eigen voedselsysteem, kunnen we daarmee het voedselsysteem van de regio gaan beïnvloeden. Positief, als het een beetje mee zit. En dat begint natuurlijk met onderzoek doen. En waar gaan we dan onderzoek naar doen? Dat is heel toevallig, als je dat ziet, dat de belangrijkste onderwerpen, en er zijn nog meer, maar dit zijn wel de hoofd. De belangrijkste onderwerpen, daar hebben we en docent-onderzoekers voor, met al hun kennis en expertise. En heel veel studenten die hierbij kunnen helpen. En vandaag is er een soort van coming out. Want nu laten wij zien dat wij al jarenlang heel veel onderzoek doen naar het voedselsysteem. Maar eigenlijk dat we uitgerust zijn om veel meer te gaan doen. Veel meer met de stad en voor de stad. En dat we daarna dus binnen de hogeschool het een stuk beter maken, maar ook in de regio zelf. En de grote benefit daarvan is dat we dan de huidige generatie opleiden tot onze nieuwe ambassadeurs. Die ook weer anderen kunnen gaan beïnvloeden en helpen en bewust worden van, als wij iets willen veranderen in ons voedselsysteem, dan moeten we het met elkaar gaan doen. Nou, dat heeft ertoe geleid dat we onder andere met deze opleidingen, maar dat zijn er gelukkig steeds meer aan het worden. De afgelopen 2 jaar, vanaf 2020, eigenlijk vanaf de coronatijd, dat wij verschillende onderzoek hebben gedaan met studenten. Die gaan over deze onderwerpen. En eigenlijk is een grote vraag die ik vandaag heb. Van als je ondernemer bent of je bent beleidsmaker. Je zegt, ik heb ook een vraagstuk. Kom alsjeblieft bij ons langs. Want sinds kort hebben wij namelijk 1 loket. Waarbij de bedrijven en overheden naar ons toe kunnen komen. Eigenlijk elke externe partij. En zeggen van, ik heb een ontzettend belangrijke vraag. En ik wil onderzoekers of studenten inzetten om dat te veranderen. Maar ik weet niet waar ik moet gaan beginnen. Want de hogeschool is niet alleen heel erg bureaucratisch. Kan het zijn, ik moet nuanceren. Maar het is ook een moeras en een doolhof voor mensen die hun weg te proberen te vinden. Zelfs voor ons, want we hebben gewoon 2 mensen die daarvoor aangewezen zijn. Alleen maar te kijken van wat gebeurt er eigenlijk binnen de hogeschool. Dus wat hebben we gedaan? Wij zijn een one-stop shop. En beste mensen, als jullie een vraagstuk hebben, kom bij ons terecht. Wij hebben ontzettend veel kennis die we verzamelen. En we verbinden je met de juiste kennis en onderwijseenheden binnen de hogeschool. Dus dit is eigenlijk het belangrijkste, wat ik net al zei, de coming out. Jullie zijn heel erg hard uitgenodigd. En als je dan besluit van ik wil met jullie meedoen, dan wil ik je even imponeren met deze cijfers. Dus ga ze sowieso niet lezen. Maar het afgelopen jaar hebben we ongeveer meer dan 250 studenten hebben hier aan gewerkt. Jullie kunnen in de volgende deelsessie, niet deze, maar die van vanmiddag, kunnen jullie zien wat daaruit voortkomt. De studenten erachter zitten al in de zaal. Dan kunnen met poster, presentatiemarkt, kunnen jullie meegenomen worden in een praktische onderzoek. Dat is de eerste. En ten tweede zie je hier wel aan deze lijst dat we op zowel grote en kleine bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten kunnen hebben samengewerkt. En een van de belangrijkste projecten op dit moment is Facility Services. Daar hebben we al dit afgelopen 20 weken meer dan 80 studenten hebben hier onderzoek naar gedaan. En dat wil laten zien dat we hoe combineren we het onderwijs, waarbij we de studenten dus helpen. En aan de andere kant, hoe creëren we waarde voor het bedrijfsleven. Dat is eigenlijk onze grote. Ik krijg nu het bericht dat ik moet stoppen, is mooi ook. Dus met die vraag in het achterhoofd nodig ik jullie allemaal uit om kennis te maken. En dan hoop ik dat we binnenkort kunnen gaan samenwerken.
Als we het hebben over een robuust en regionaal en een regeneratief. Ja, ik heb het echt de hele ochtend geprobeerd uit mijn mond te krijgen. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel, hè? Regeneratief voedselsysteem. Ja, in de metropoolregio Amsterdam. Wat zijn de uitdagingen? Hoe krijg je het voor elkaar? Ik wil graag Mark Frederiks naar voren halen. Mark, zou alsjeblieft daar plaats willen nemen? En Mark krijgt ook applaus. Yeah! Oranje microfoon. Directeur van EMT en eigenaar van Local to Local. En uw 10 minuten gaan nu in. Ik ga daar staan en ik hou de tijd. Yep. Prachtig. Dit is hem. Ik ben Mark Frederiks. Een hoop van jullie kennen mij al, maar een aantal ongetwijfeld nog niet. Ik ben ondernemer in de korte keten. En mijn doel is de verbinding te leggen tussen degene die het eten in zijn mond stopt en degene die het maakt. En in die verbinding oplossingen te bedenken die er echt toe doen. Ecologisch, economisch en maatschappelijk. Ik presenteer hier het project EU4Advice. Wij hebben gemerkt in de korte keten dat die te maken hebben met heel erg veel praktische problemen. Dus het lijkt heel makkelijk producten van een boer in een busje te stoppen, naar de lokale markt te brengen en dan denken dat je er een systeem mee oplost, maar dat is verre van. Dus wat wij gemerkt hebben, en daar hebben we de afgelopen 5 jaar heel erg hard aan gewerkt, met bloed, zweet en tranen, maar ook uitvoerig onderzocht in verschillende onderzoeksprojecten, wat zijn nou eigenlijk de problemen van korte ketens. Kleine volumes betekent hoge logistieke kosten. Als je als korte ketenondernemer de boer in het zonnetje wil zetten, dan maak je marketingkosten die je in een reguliere keten niet hebt. Je mist heel veel kennis als ondernemer die een nieuw voedselsysteem aan het ontwikkelen is. Dus daar komt ook een barrière. Wist ik veel van voedselveiligheid toen ik ermee begon. Nou, inmiddels weet ik er heel veel van. En zomaar producten naar de markt brengen zonder een goed IT-platform is ook best een hele hoge kostenpost die vaak onderschat wordt. En wat dan eigenlijk de grote frustratie is van die korte ketens, is dat je dus de boer een eerlijke prijs geeft, heel veel verhalen vertelt, je stinkende best doet om een product naar de markt te brengen, maar uiteindelijk eigenlijk maar heel weinig bewijslast hebt dat het feit dat je die lokale producten naar de lokale markt brengt, dat het ook een effect heeft waar je het voor doet. Dus die bewijslast die ontbreekt, en daar zijn deze onderzoeksprogramma's van FoodClick, maar ook de samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en alle andere kennisinstellingen die er in Nederland mee bezig zijn. Want ik denk namelijk dat het vooral alle onderwijsinstellingen en alle jonge mensen die met voedsel aan de bak moeten gaan, in hun kracht gezet moeten worden. Daarbij heb ik de afgelopen 15 jaar, want ik doe het nu 15 jaar, ook heel erg gemerkt dat de bestaande subsidieprogramma's niet heel erg passen. En dat er nogal wat organisaties in de wereld zijn die helemaal niet willen dat het systeem verandert. Gewoon omdat ze economisch daar helemaal geen baat bij hebben. Nou, dat hele spel is nu volop aan de hand. Dus je ziet dat er enorm veel druk op voedselveranderaars komt, maar ook op overheden, om spelregels te accepteren die hanteerbaar zijn. En ik denk dat we daar juist niet in mee moeten gaan. Maar dat we vooral samenlerend op weg moeten van hoe werkt dit nu. Om uiteindelijk, met dit netwerk organiseren we eigenlijk onze eigen lobby om stappen te zetten. En wat ik heb gemerkt, is dat heel veel van die korte keten netwerken of voedselveranderaarsnetwerken een enorme kracht in zich hebben. En als je die bundelt, dat is eigenlijk de echte toegevoegde waarde van dit soort initiatieven, dan kun je een tegenwicht bieden tegen eigenlijk de systeemwereld die vraagt om een echte oplossing. Nou, dat gaat EU4Advice doen. Dat is een Europees consortium bestaande uit 14 landen, waarbij Amsterdam en de metropoolregio Amsterdam het Living Lab heeft. Dus alles wat we hier leren en ontdekken wordt toegepast op andere gebieden om zo snel mogelijk tussen die regio's tot leren te komen. Want wat we hier ontdekken weten ze waarschijnlijk in Parijs al. Dus misschien moeten we daar ook een stukje afwisseling of uitwisseling op gaan opzetten. En dat doet dit programma letterlijk. Wat we hier leren, delen met anderen. Nou, hoe ziet dat programma eruit? Dat is ook een programma van 5 jaar. Samen met Amsterdam Instituut, provincie Flevoland en wij als ondernemer met ons korte ketennetwerk geven daar richting aan. En we gaan ons richten op de 2 belangrijkste elementen die op dit moment nodig zijn. Dus je ziet een enorme beweging in de maatschappij. Hoe zorg je ervoor dat die bewegingen elkaar vinden? Dat is eigenlijk 1. Dus hoe zorg je ervoor dat ze in samenwerking komen? En 2, wat voor tools en instrumenten heb je daarvoor nodig om vervolgens vanuit die samenwerkende netwerken de echte bewijslast van voeding in de lokale context, voeding van gezonde bodem in de buik, al dat soort vragen waar we met elkaar voor willen gaan, hoe zorg je dat in co-creatie komt? En dat is wat EU4Advice doet, stap voor stap. Wat hebben we in de aanloop daar naartoe gedaan? Want dit project komt niet zomaar uit de lucht vallen. Wat wij gedaan hebben in de metropoolregio Amsterdam, en dat is uniek, is dat wij de afgelopen 3,5 jaar netwerken hebben gebouwd van korte keteninitiatieven, 6 rondom Amsterdam,
maar ook de verbinding hebben gezocht met de stadslandbouwnetwerken en de veranderingsnetwerken die in Amsterdam bezig zijn, waaronder vanuit onderwijs. Die hebben we samen in een logistiek proces gebracht, dat die producten ook letterlijk van de boer naar de stad komen. Dat was een enorme tour, kan ik je vertellen, zo vlak voor corona dat we daarmee starten. En we hebben een gezamenlijk IT-platform ontwikkeld, waarin al die transacties, maar ook al die informatie van de boeren, opgeslagen kan worden om beschikbaar te komen voor onderzoek en handel. En daar hebben we een roadmap in gevolgd. En het leuke is dat die roadmap, die je hier ziet, ik weet niet of ik daar nog op kan richten ook, het zal wel, nee, dat doet hij niet. Die begon dus in 2019. Dat is deze. Eerste stappen dus die netwerken in kaart gebracht, logistiek naar de stad geregeld. Dat is 2019 tot en met eind 2020. Vervolgens zijn we met die stedelijke netwerken in gesprek gegaan om te vragen, joh, waar zijn jullie nu mee bezig en waar kunnen we elkaar in vinden? Dus wat blijkt nu? Dat de behoefte van de boeren om meer afzet, kennis van hoe zit het nou met ons voedselsysteem, logistieke ondersteuning, werkkracht. Tijdens corona waren de polen even weg, maar die appels moesten wel van de bomen af. Dus dat hebben we met een hoop Hollanders kunnen doen. Heel. En we hebben financiering nodig om die transitie mogelijk te maken. En dan zie je vervolgens dat die boer zegt, nou, ik heb voedsel, ik kan je ondersteunen met biodiversiteit, ik kan wateropslagcapaciteit fixen in de bodem, ik kan mijn CO2 opslaan en ik heb heel veel informatie over hoe zo'n proces van transitie naar een eerlijk en duurzaam voedselsysteem nu mogelijk is. En diezelfde vragen hebben we gesteld aan die stedelijke netwerken. Wat is nou het frappante? Is dat die stedelijke netwerken hebben afzet, die kopen producten, die hebben heel veel kennis, nou voilà, daar zit die aardig wat in de zaal. Die hebben ook nog logistieke ondersteuning. Allemaal mooie stedelijke pick-up points, elektrische logistiek, noem het maar op. Die hebben werkkracht en ze hebben geld. Het bulkt van het geld, het komt alleen niet op de juiste plek terecht. En wat zoeken de meeste van die stedelijke netwerken? Die willen namelijk heel gezond voedsel hebben. En dat is een hele ingewikkelde vraag, want we meten de nutriëntwaarde van onze producten niet. Dus ja, het is wel veilig hoor en prachtig. Ze willen graag een groen beleefd landschap hebben, want Jeroen van Herk van de Groene Stelling ook aangeeft. We hebben nu op dit moment een factor 3 te weinig recreatieve mogelijkheden direct om Amsterdam. Dus hoe gaan we dat landschap van koeienvoerproductie nu transformeren naar een mooi beleefbaar landschap? Ze willen graag schone lucht en schoon water, dat willen we allemaal. Maar het is best een uitdaging, kan ik je vertellen. We willen vooral positieve impact hebben met ons gedrag. En met name heel veel jonge mensen willen gewoon werk hebben wat ertoe doet. Ik wil ertoe doen. En ik wil werk hebben waar ik mijn draai in kan vinden en impact kan hebben. Nou, nu is de volgende vraag, en dat is het mooie ook vanuit het project EU4Advice, maar ook wat een praktijknetwerken bij elkaar brengen. Als je de boodschappenlijstjes van de boer en de boodschappenlijstjes van de stadsnetwerken nu eens over elkaar legt, dan schuiven die heel fijn in elkaar. Maar dan ben je er nog niet, want dan loop je tegen allerlei systemische problemen aan. Dus de zoektocht die we de aankomende periode met elkaar hebben, wetende dat we eigenlijk, er zit zoveel logica in het feit dat je dit uitwisselt, hoe gaan we nu zorgen dat we die stappen gaan zetten om uiteindelijk een voedselsysteem te creëren wat volhoudbaar is, zonder slachtoffers en vanuit verbondenheid. Dat gaan we doen door de kracht, en ik neem nog 1 minuut, van de natuur te volgen hoe dat werkt. Ik liet jullie net zien dat we stapjes hebben gezet met verschillende processtappen, dat daar een roadmap achter zit, maar dat we eigenlijk de natuurkracht vormen van hoe organiseert de natuur zichzelf nou als het gaat om regeneratie. Regeneratie, dat woord betekent zelfhelend. Dus een regeneratief proces betekent dat ik jou in staat stel om jezelf gezond te maken. En doet de bodem ook. Die begint met het identificeren van allerlei initiatieven. Dat hebben we gedaan. Vervolgens maak je de verbindingen tussen de elementen in de bodem, net als dat hier nu gebeurt, van wie is met wie verbonden en hoe zitten eigenlijk ieders competenties en activiteiten in elkaar. Om vervolgens met elkaar, net als de plant, de bovenwereld als plant met je wortelen eigenlijk te raken. En daarmee raken de wortelen het mycelium van de mens. Om daarmee eigenlijk situationeel te kijken welke problemen hebben we nu. Schoon landschap, hoe gaan we dat doen? Gezonde voeding, hoe gaan we dat fixen? Laat de wortelen hun werk doen. Laat de plant de waarde omhoog brengen. Zodat wij met de systeemwereld, dus de grote partijen die niet van de kant kunnen komen, het gesprek aan kunnen gaan over, hey, de bottom-up heeft eigenlijk het antwoord al, het is allemaal logica. En hoe kunnen we vervolgens de systeempartijen vragen daar een bijdrage aan te leveren, zonder dat ze het hele proces hijacken. En ik zou heel graag met jullie de aankomende 5 jaar dat avontuur ingaan om onszelf wat meer als natuur te gaan organiseren en daarbij hele mooie stappen vooruit te zetten. En dat is mijn call. Samen, lerend, op weg. Beste mensen, we zijn nu bijna klaar met het algemene gedeelte. Dus kijk, dit is het programma. Wij hebben zometeen 2 rondes.
En elke ronde bestaat uit 2 sessies. Omdat we iets later begonnen zijn, laten we zeggen, elke ronde begint dus zometeen de eerste ronde om 2:05. Nou, kijk heel goed, er zijn maar 2 zalen. Even voor de volledige. We blijven allemaal op deze verdieping. Geen misverstand daarover mogelijk. Dat is de zogenaamde ijszaal, met uitzicht op ijs. Zo kan je het onthouden. Daar is de studio. Kijk maar waar je naartoe gaat. En we hebben dus nu precies 11 minuten om naar de zaal te gaan. Want het zou heel fijn zijn als we het tweede gedeelte op tijd kunnen beginnen. Dank voor jullie geduld en excuses voor het ongemak in het begin. Ik zie jullie 11 minuten in jullie geëigende zalen. Tot zometeen.